Ziekenhuis Rivierenland is begonnen met de verbouwing van het ziekenhuis in de binnentuin naast de afdeling P1. Maar ook binnen die afdeling wordt de komende maanden gebouwd. Dit is een onderdeel van het masterplan beddencapaciteit waar ziekenhuis Rivierenland aan werkt. De verpleegafdeling Cardiologie wordt in deze fase verbouwd tot de nieuwe afdeling Cardiologie, Neurologie en Strook. De eerste hardhulp en de spoedeisende hulp krijgen aanpassingen en uitbreiding van ruimte die meer aansluit bij de eisen van deze tijd en zorgvraag. Om de extra ruimte te realiseren wordt in de binnentuin een unit aangebouwd. Volgens planning is de verbouw van deze afdeling op 26 mei klaar. De echte bouw begint op 26 maart nadat de fundering is gelegd in de binnentuin. Op de binnenplaats komt er een aanbouw die hoofdzakelijk bestaat uit een nieuwe afdelingskeuken en kantoorfaciliteiten. De benedenverdieping is bestemd om in latere fase ruimte te bieden aan de herin spoedeisende hulp, de griepskamer, de wondpoli en de stomapoli. Om de overlast tot een minimum te beperken worden er op een reeks van tien zaterdagen bouwmaterialen over de vleugel in de binnentuin gehesen. Het masterplan van Ziekenhuis Rivierenland houdt een herschikking van bedden in tot afdelingen die functioneel en qua specificaties de beste zorg leveren. Daarmee speelt het ziekenhuisbestuur nu al in op de veranderende zorgvraag in de komende jaren.